Nummer 10 alweer. De tijd vliegt. Ik heb net lekker het adventteetje gezet. Het is 2:30 denk ik in de middag. 3 uur. Het is zelfs al 3 uur in de middag. En Sylvana en Boy die zijn net boodschappen gaan doen. En dan kan ik eventjes wat opnemen. Ik heb buiten mijn pakketjes die ik elke dag openmaak, is ook weer wat post binnengekomen. En ik heb dus de diepe dosis om te laten zien. Ik heb hem niet opengemaakt, het is echt net binnen. Ik heb Etna om te laten zien. En ik heb nog een doos van Dutch Bull Diva. Dit is mijn, tenminste neem ik aan, mijn 12 Days of Christmas box. Als dat hem niet is, dan zou ik niet weten wat het wel is. Dus daar gaan we maar vanuit. Dus die ga ik ook met jullie openmaken. Ik ga beginnen met waar ik elke dag mee begin. De kalender voor de hondjes. Pookie die is er ook weer, Loki. En het zou zomaar kunnen dat je hem maar een beetje hoort mopperen af en toe. Een beetje piepen, een beetje janken. Omdat Sylvana weer weg is. En dat vindt hij nooit zo leuk. Maar dat komt vanzelf wel goed. Vakje nummer 10 zit hier. De buik van de... Een hond. Ik wou zeggen van de sneeuwpop, maar het is een hond. Zo in beeld is het... Ja, oké. Nou zie ik er wel een hond in beeld. Dit is denk ik eend weer. We gaan het zien. Maar dit eten ze vast wel. Die Loki die zat al te kijken. Hé, wat is dat? Maar dat doen we strakjes. Want daar heb ik nu even geen plaats voor hier. Oh, laat liggen. Zo. Dus eentje voor mijn Pokie en voor mijn Poefie. Ja, strakjes. Even een slokje thee. Ja. Koet en aap om de thee. Nou, het is wel goed dat, dat het al middag is. Anders had ik in de ochtend zo'n avondthee gedronken. Huh? Oh. Maakt ook allemaal niet uit. Volgens mij heb ik gisteren eerst de spinrol opengemaakt. Dus gisteren zaterdag. Ja, gisteren heb ik de spinrol eens opengemaakt. Ik heb trouwens dat die wafel, die tweede heb ik lekker een Boy gegeven. We hebben samen lekker van zitten smikkelen. Oh, dit hier zit van alles in. Ik zie wat geel. Het licht is niet helemaal goed, maar ik zie wat gelig, wat rood, bruin. Ja, ik vind dit wel mooi. Beetje beige-achtig lijkt het tenminste. Dat zeg ik, maar het licht is niet helemaal goed, maar... Ja, ik vind het wel een mooie. Volgens mij komt hij wel aardig overeen. Met wat ik hier zie, met dit licht. Ja, ik vind hem wel mooi. Je mag straks iets mooi in het zakje bij de rest. Maar er zat nog wat in het zakje. Ach, wat cute. Een sneeuwpop. En zo'n een steekmarkeerder voor breiers is dat volgens mij. Maar die vind ik ook cute. Superleuk. Dankjewel, vrouwtje. Dat was het sokkengaren.
het spinrolletje. Oh, cool. Oh, wat gaaf zeg. Ja. En zo zie je toch dat het anders uitpakt op zo'n strengetje, hè? Maar ik vind het wel echt heel mooi. Ik ben weer happy hoor. Even kijken naar de stikmarkeerder. Als ik boven krijg, ja. Weer een sneeuwpop. Maar dat is niet erg, hè. Altijd leuk. Altijd leuk. Doe hem bij die andere erin. De stukjes in het bakje. Ja, dat ligt er ver weg. Oh, bij het bakje. Zo. Super. Dankjewel, vrouwtje. Nou, vergeet ik helemaal. Ik heb weer een hoop nieuwe abonnees erbij, mede dankzij Siem, want die heeft me een beetje gepromoot, zo lief. Ik wil jullie allemaal heel erg welkom heten. Natuurlijk alle oude trouwe volgers ook. Maar ik vind het heel leuk. Lekker aan het groeien. Dankjewel. mijn event sjaal. Ik heb gisteren niet deel 9 afgekregen. Oeh. Maar ik... dat was Loki dus. Ik weet niet of jullie dat hoorden. Maar, maar ik ben er vandaag nog even mee doorgegaan. Ik moet nu nog 2 toertjes. En dan is deel 9, dag 9 wel af. En dan ga ik verder met dag 10. Hè, want daar zitten we vandaag. Ja, ik kan hem niet meer. Ik ga straks een mooie foto ervan proberen te maken. Dat heb ik dus nog niet gedaan. En dan zal ik weer een foto invoegen. Maar in principe... even kijken hoor. Dit, ja, je ziet wel wat, hè. Ik ben een beetje aan het spelen ermee. Nou ja, de onderkant hadden jullie al gezien, hè. Oeh. Voor de nieuwe mensen die het nog niet gezien hebben. Maar wat vlogjes terugkijken. Want ik ben hiermee begonnen op mijn... op 2 december. En sindsdien laat ik hem zo goed als in elk vlogje zien. Of een foto of zo. Maar dit is dus schaduwbreien. Of illusiebreien. En ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Zo zie je er niet zoveel. Je ziet er wel wat in. Maar nou heb ik me trouwens laten vertellen dat je dan de achterkant beter ziet. Dus dat gaan we even uitzoeken of dat op beeld ook zo is. Ja. Hij ziet wel wat, maar ik vind het lastig te zien in ieder geval zo. Ik zou een fotootje invoegen. Ik ben er in ieder geval wel, ja, nog steeds super trots op. Mijn Diva spindoos, de laatste. Ik zou het hele jaar, zou ik elke maand aanschaffen deze. En dat is gelukt. Ik heb een dubbele dosis elke maand gehad. Behalve de maand september of oktober. Daar wil ik van afwezen. Oktober, november, deze. September. De maand september. Toen kon ik niet me inschrijven ervoor. Het was steeds uitverkocht. En toen kwam hij in de shop. En toen had ze er nog maar 1. Dus die heb ik toen wel besteld. Maar dus alleen van september heb ik er dus... helaas maar 1. Maar voor de rest heb ik van alles 2 stuks. Dus 200 gram. We gaan hem even openmaken. Dat heb ik ook nog niet gezien, hè.
Volgens mij heb ik ze al kunnen zien bij de in het knopjes of zo, maar ik heb dat allemaal gemeden. En ik ga nu kijken met jullie. Oh, dat is ja. Het lijkt rood op het beeld, heb ik het idee, maar het is roze hoor. Het is even, volgens mij is het ja. Nee, volgens mij is het wel roze. Roosachtig. De naam is Jolly. Dit is 70% superwash merino en 30% nylon. En dan heb ik er dus twee van. Ik vind ze weer geweldig. Super blij. Ik heb hier geen spijt van dat ik dat het hele jaar gedaan heb. Ik loop wel gigantisch achter met spinnen. Volgens mij ben ik bij maart met spinnen. Maar dat komt vanzelf een keertje goed. Ik stop er nu wel even mee. Ik ga niet nog een jaar nemen natuurlijk. Want ja, ik heb zoveel spinnenwol momenteel. Ik moet echt eerst eventjes wat op gaan spinnen. Beste Divadozen spinners, het is alweer de laatste Divadozen van 2023. Wat is de tijd toch snel gegaan, inderdaad. De Zint zal rond deze tijd weer naar Spanje vertrokken zijn. En gelijk heeft hij. En de donkere dagen voor kerst zijn aangebroken. Ik maak in het huis het lekker gezellig met lichtjes en kaarsjes. Een muziekje op de achtergrond en een spinwolletje. Ik wens jullie hele fijne feestdagen en veel spinplezier. Dutch Wool Diva. Altijd leuk. Elke keer weer zo'n kaartje erbij. Zegt de Dutch Wool Diva. Als je van spinnen houdt. Of überhaupt. Ze hebben ook hele mooie sokkengarens. Of überhaupt hele mooie garens. Ik zou gewoon even kijken. Maar ik zal de linken onder in de beschrijving. Ben je blij? Nee, ik zal ze even gewoon... Ik heb altijd de neiging om het weer in te pakken, maar normaal gesproken doe ik dat. Zodat ik dan weet dat ik het nog moet laten zien in mijn podcast. Ja, ik heb nu even geen podcast en ik heb het al laten zien, dus het hoeft er niet meer in. Dan ga ik het doosje van Edna. Ik weet natuurlijk wat erin zit. Dat heb ik vorige maand ergens besteld. Het duurde iets langer omdat er wat misging met de betaling of zo. Ik weet niet precies. Ik betaal met PayPal. Zeker als ik ergens voor het eerst bestel. Nou, bij Edna, ik heb er heel veel goede dingen over gehoord en gelezen. Maar dat was voor mij de eerste keer. En dan betaal ik altijd met PayPal. En PayPal was een beetje traag of zo, dus ik weet het niet. Maar daardoor duurde het wat langer als dat de bedoeling was. Maar ik heb een hele goede service gehad. Dan weet ik alleen even zo gauw niet hoe ze heet. Die ik had gesproken. Maar nou ja, het is goed gekomen. Ze heeft gezegd, het is allemaal goed en het zou opgestuurd worden. Ja, alleen ja. Toevallig was het er dan niet meer in het weekend dat de pakjes gehaald worden. Dus heeft het een tijdje geduurd. Maar ja, dat is niet erg. Als het uiteindelijk maar aankomt. Oh, 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 ja. Ja, ja, ja. De meeste van jullie weten dat ik op de breidagen, op de breidagen heb ik een setje Chagoo naalden gekocht. En, maar dat is dan de small, ook jou eens op, de small en dat is dan tot en met naalden 5 zit er dan in. Maar ja, het hoesje is tot en met naald 10, meen ik uit mijn hoofd. Ja, dus, dus hij was niet vol. Dus ik zag overal voorbij komen 30% korting, 30% korting, 30% korting. En nou heb ik hem bij Liane. Van Steekjes en Zo heb ik hem gebruikt.
En heb ik de punten die ik nog niet heb. Loki, hou eens op. Heb ik de punten die ik nog niet had. Heb ik bijbesteld. Want ja, dat scheelt toch een hoop geld. Even kijken hoor. Dat scheelt toch een hoop geld als je dat 30% eraf kan laten. Dus, nou ja, ik moest nog 6. Even kijken. Dat staat daar. Ja, ik moest nog 6, 7, 7,5, 8, 9 en 10. Van Jago. Dus die heb ik. Super blij mee. Kan ik mooi straks mijn. Mijn mapje vullen. Ik ben echt super blij. De volgende keer ga ik wat garen bij ze bestellen. Maar nu was het even dit. En ik heb nog een zakje van Chowgu steekmarkeerders gekocht. Loki, hou eens op. Dus ja, helaas is de post wat minder netjes geweest. Want ik weet niet of jullie dat net al konden zien. Maar hij is echt door en door. Is hier? En zelfs mijn. Ik zal nog even een beetje. Oh. Ja, nou ja. Zelfs mijn brief is gescheurd, zeg maar. Hij is het niet het grootste ramp, maar ik vind het toch nooit zo netjes. Mijn spullen zijn heel, dat is het belangrijkste. Die brief, dat is niet zo heel erg. Maar ja, goed. Het gaat om het idee. Dus nu. Nu kan ik hem bijvullen of aanvullen. Super blij mee. Bedankt Edna voor de goede klantenservice. Ik ga nog even de naam opzoeken en dan zet ik die hier ergens neer. En dan mijn laatste pakketje. Ja, daar kan ik niet zo heel veel van laten zien. Heb ik ergens een schaar? Ja, hier even een slokje thee, want anders is die straks op. Of op koud. En dat vind ik dus echt niet fijn, koude thee. Nee. Dit is dus, zoals ik al zei, als het goed is. Ik zou niet weten wat anders. Maar is dit de 12 Days of Christmas box. Van Dutch Wool Diva. En dan is het de bedoeling dat je vanaf. Als ik het goed heb begrepen tenminste. Dat je vanaf eerste kerstdag tot aan. De drie koningen, dacht ik. Dus dat is, wat is dat? 5 of 6 januari. Oké, deze kant wil niet. Dus ik ga zo. Yes. 5 of 6 januari, dat je dan elke dag 12 dagen lang een pakketje opent. Hetzelfde als dat je nu met de gewone advent doet van 1 december. Van 1 tot en met 24 december. Fijne kerstdagen. Nou, 12 days of Christmas giftbox. Vanaf 25 december mag je elke dag één cadeautje uitpakken. Te beginnen bij nummer 1. En dit is de 12 Days of Christmas Spinbox. En nou ja, dat zeg ik. Ik kan er niet heel veel aan laten zien. Behalve dit. Dus ik ga kijken of dat ik mijn vlog, mijn shirt kan laten doorlopen. Totdat ik deze box ook klaar heb. Ja. Dus dit blijft lekker in de doos zitten. Tot kerst. We zullen eruit vanaf eerste kerstdag, toch? Ja, vanaf 25 december. Dus ik ben erg nieuwsgierig. Maar die moet nog even dicht blijven. Maar ik heb nog genoeg andere dingen om te openen. Dus dat moet vast goed komen. Dan had ik gisteren gezegd. Ik laat jullie morgen, vandaag dus, de andere kant van het schip zien. Het de waterkant. Maar het is een beetje slecht weer. Het regent steeds en het is koud. En ik ben zelf ook niet helemaal top. En er was hier gisteravond ineens een optocht. Aan de andere kant van de weg. Dus die heb ik gisteravond nog eventjes gefilmd. En die zal ik hier nog even achter zetten. En dan was dat het weer voor vandaag. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Geef me dan een duimpje omhoog.
Dat helpt mijn kanaal enorm. Ben je nog niet geabonneerd? Druk gauw op je rode abonneerknop. Kost je helemaal niks. Je maakt mij er heel erg blij mee. En wil je nou echt niks missen, druk dan ook nog eventjes op het belletje ernaast. Kies voor alle meldingen. En dan krijg je elke keer wanneer ik weer een nieuwe video plaats, een melding van YouTube. Ja? Nou, bedankt voor het kijken nogmaals. En tot morgen weer. Doei! Thank you.